Breda Nu. Je weet het meteen. Nou, we staan hier bij het Ik Zie U Graag Festival hier zo in de Mest. Dat is een Belgisch festival hier zo in Nederland. Er komen heel veel Belgische artiesten. En zowel op vrijdag en zaterdag is er dus een hele hoop te beleven. Dus laten we een kijkje gaan nemen. Nou, volgens mij is het nou het derde jaar dat ik hier kom. Ik vind het echt geweldig. Dat meen ik echt. Het is gewoon goede bands, leuke sfeer, ongedwongen, prima, biertje erbij. Ja, bevalt goed. Dan zijn we nog maar net binnen. Het is het tweede biertje, dus... Ja, het is nog net begonnen, maar tot nu toe twee hele mooie optredens gehad. Dus dat was al een goed begin. En ik heb het idee dat de sfeer, die zit er heel goed in. Dus ik denk dat het een heel goed weekend gaat worden. Dat moet wel goed komen. Ja, het was heel cool. Hè? Tof publiek in Nederland, altijd. Ja, ik heb me heel erg geamuseerd. Ik zag ook wat mensen meezingen en zo, dus kijk hoe. Ja. Alles is heel goed verlopen, geen technische foutjes, niks. So everything was dope. Nou, Novostar die komt straks. En dat is wel een heel bekende Belg. Dus daar kijk ik wel naar uit. Nou, ik vind het wel heel leuk om Novostar zo te zien. Maar om heel eerlijk te zijn ben ik hier gewoon om een leuke avond te hebben. Dus ik denk, nou, België is altijd leuk. Ja. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is gewoon altijd gezellig. We laten ons gewoon verrassen vanavond. Ja, het is heerlijk hier. Lekker weertje. Zomer komt eraan. Gaat goed met me. Maar het is voor mij al het derde jaar en ik vind het altijd gewoon superleuk. Je loopt gewoon een beetje heen en weer. Het is echt een klein festivalletje. Dus dat is gewoon heel leuk om bij te zijn. Ik denk niet dat we per se een vast doel hebben of zo, maar we proberen gewoon... Zeker uit België, gewoon binnen Leaks te breken. En dan zien we wat er op ons afkomt. Gewoon, I guess. Yep. Ja, ik denk dat we gewoon inderdaad geen vaste doelen mogen stellen. En gewoon kijken hoe ver we kunnen geraken. Ofzo. En in de meantime gewoon zo goed mogelijk muziek maken. En dan komt dat wel goed. En gemarkt voor de weg. In die zin is het natuurlijk een beetje twee culturen komen samen. Je hebt, er komen Belgen op het festival af omdat er een hele sterke Belgische line-up staat. Maar er komen ook Nederlanders op af omdat het is inderdaad een festival in de stad, gebeurt van alles. Dus het is heel erg een beetje zo, het komt heel erg samen. En ik heb het idee, ja, uitdagingen. Het is een enorme uitdaging om iedereen naar buiten te laten gaan met het gevoel van, nou, wij hebben net iets heel bijzonders gezien. En ik denk dat dat tot nu toe elk jaar wel weer lukt. En ook nu met dit jaar de line-up denk ik dat dat zeker goed moet gaan komen. Dus. Zeker en vast, er is heel veel muziek op komst, nieuwe clips. Ik ga nog geen datums verklappen of zo, maar er is ook zeker een album onderweg. Waar we nu nog hard aan het werken zijn. En veel shows op in de zomer, zoveel mogelijk. Guys. Oké. Dus veel shows in de zomer en gewoon blijven werken. Blijven het beste van onszelf geven. Ik denk er zit weinig pretentieuze houding aan omheen. Het is lekker met elkaar, samen, alles dicht bij elkaar. Veel muziek, gezelligheid. En het is heel erg een gezellige huiskamersfeer, maar dan wel met hele, hele goede Belgische artiesten. Breda Nu. Je weet het meteen.